In en om de brandweergarage in Woerden wordt vandaag de Veiligheidsdag gehouden. Georganiseerd door de Veiligheidsregio Utrecht. Alle hulpdiensten, ambulance onder andere, politie, brandweer zijn hier aanwezig om te laten zien wat hun functie is en wat de taken zijn die de Veiligheidsregio hun heeft opgelegd. We vinden het heel belangrijk om te laten zien wat wij met alle hulpdiensten doen voor de inwoners van Woerden en omstreken. En dat is heel veel en dat kunnen we hier heel mooi tonen. Onder meer met onze brandweer, maar ook met heel veel andere hulpdiensten. Waarvoor is zo'n dag nodig? Het is belangrijk voor een aantal aspecten. Ik vind het één belangrijk om inwoners te laten zien hoeveel wij doen aan veiligheid. Dus wat wij allemaal kunnen betekenen voor situaties die zich hopelijk niet voordoen. Dus we willen ook gewoon daarin vertrouwen geven en mensen comfort geven. Daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar nieuw talent. Dus voor al die hulpdiensten zoeken wij mensen. En dan is het ook belangrijk om mensen, jong en oud, te enthousiasmeren voor het hele mooie brandweer- en hulpverleningsvak. Nou, wij zijn als veiligheidsregio zijn wij voor de hele provincie Utrecht. Dus met onze 71 brandweerkazernes hebben wij heel veel van deze dagen, dus open dagen, veiligheidsdagen. We hebben ook een website, www.vru.nl. We hebben daar ook een nieuwsbrief op. Daar kunnen mensen zich automatisch voor aanmelden. Dan krijgen we wekelijks even de nieuwsberichten over bijzondere inzetten. Maar ook over dit soort evenementen of over tips en adviezen. Dus er zijn heel veel kanalen en via de social media zijn we ook heel actief om soms op heel klein lokaal niveau, maar soms ook op groter niveau mensen mee te nemen in het hele mooie werk dat wij doen. We horen wel terug van mensen die hier geweest zijn, dat ze altijd iets meenemen. Dat ze altijd een stukje kennis meenemen. We zien ook dat jongeren, die worden enthousiast gemaakt, bijvoorbeeld hier met de mensen van Lego City. Dus die zien al heel veel van wat kan de wereld van veiligheid inhouden. Waarom is het leuk om daar later voor te gaan werken? Maar ook, waar moet ik zelf op letten? Wij zijn een gemeenschappelijke regeling van 26 gemeenten. Dus ondertussen komt hier een mooie auto langs gereden. Wij zijn er van en voor die 26 gemeenten. Daarmee zijn wij eigenlijk gewoon onderdeel van die gemeente. Wij zijn een van de 25 veiligheidsregio's. Wij zijn ook de grootste veiligheidsregio. En daarin zijn wij ook onderdeel bijvoorbeeld van het Veiligheidsberaad. Dus wij zijn op verschillende manieren zijn wij georganiseerd en kunnen we ook landelijk verschil maken. Nou, wij zijn er vooral ter ondersteuning van de gemeente. Wij zijn er ter ondersteuning bijvoorbeeld ten tijde van crisis of van een hele grote ramp of een andere heftige situatie. Daar staan wij, onze burgemeesters staan wij bij. Die zijn op bevel hebben, zou je kunnen zeggen. En naarmate van de aard van de crisis of de ramp wordt er verder opgeschaald. En nemen jullie het gezag over? Nou, wij zijn vooral om het gezag te ondersteunen. Dus wij zeg maar, als veiligheidsregio zijn vooral hulpverleners met een missie. Dus wij doen dat. Als er een grote ramp is of een grote crisis, dan hebben we als veiligheidsregio een coördinerende taak. Maar die staat altijd ten dienste van de macht. Dus wij hebben zelf geen macht, wij kunnen ook geen zaken overnemen. Wij kunnen wel zaken ook gewoon doorzetten als het nodig is voor de veiligheid van mensen. Ik heet Rens Langhout. En ik ben de zoon van Nico Langhout. En je bent lid van de jeugdbrandweer? Ja, jeugdbrandweer de Waarde van Posthoerden. Wat doe je als lid van de jeugdbrandweer? We doen van, nu omdat we net begonnen zijn, gewoon een beetje theorie en een beetje slang uittesten en alles. Maar later gaan we regionale wedstrijdjes doen. En we gaan een beetje richting de echte brandweer werken. En we gaan oefeningetjes doen. Dus op tijd slangen uitrollen, oprollen, water op de slangen zoals nu. Hier hebben wij allemaal oplopen bouwen. En normaal gaat het natuurlijk stukken sneller. Maar vandaag even gewoon even rustig gaan. Waarom ben je lid geworden? Ja, mijn vader was brandweerman, mijn opa was brandweerman. Dus ik vond het zo leuk. Ik ben ermee opgegroeid. Toen ik in groep 1-2 zat, ik liep uit de klas en ik zei, sorry, ik heb een uitruk. En dus was in groep 1-2. Dat is zo grappig. En ja, ik zat eerst bij Linschoten, maar daar ben ik gestopt. Omdat hier in Woerden het kwam. En ik vond Woerden, kende ik wat meer mensen. Dus daarom ben ik eigenlijk meer naar Woerden toe gegaan. Maar als ik jou zo hoor, denk ik wel dat jij beroepsbrandweerman wil worden. Ja, net als mijn vader. Ja. Hij zit dan bij Schiphol en ik wil dan heel graag bij Rotterdam. Nu wil ik beroeps en hier bij Woerden natuurlijk vrijwillig. Ja, en dat lijkt me gewoon heel gaaf om te doen. Nou, wij zijn heel blij met de inzet van al deze mensen in Woerden, van de verschillende hulpdiensten om deze dag te organiseren. Daar ben ik ook heel trots op als directeur van de Veiligheidsregio. Wij zoeken ook altijd nieuw talent. Dus denk je, ik wil eigenlijk heel graag brandweervrijwilliger worden of ik wil eigenlijk heel graag bij een andere hulpdienst werken. Schroom niet. Wij zoeken mensen. Het zijn fantastisch leuke plekken om te werken. Je maakt verschil. Het gaat maatschappelijk ergens over. Dus schroom niet. Meld je en kom bij ons. Jong en oud is welkom.